maaltijd aan te richten. Met lege handen zijn wij naar u gekomen, maar u zendt ons weg met een overvloed aan gaven. Bevestig ons vertrouwen in u en maak ons tot uw medewerkers van liefde en barmhartigheid in deze wereld. Door Christus, onze Heer. Amen. Nog een paar mededelingen voor u. Aanstaande woensdag is het Aswoensdag. U kunt om 9:30 's morgens en 's avonds om 7:00 tijdens de eucharistieviering een askruisje halen. En als voorbereiding op Pasen zijn er in de vaste tijd bijbelgesprekken bij de missionaire leefgroep in Nieuwegein. Op donderdagmiddag is dat om 3:00 en dat start op 11 februari. Meer informatie vindt u in de komende bijeenkomst en nu al op de website. En er is gelegenheid om straks na de viering elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Thank you.
Dat doet er al handig mee zien. Nou, de slotheer komt maar al boven toe met zijn knecht. En ik zou zeggen, ik wil je schetten, even bedankt uit. Want je zit met contracten en zo, hè? Half jaar is contracten, half jaar, een jaar. Ik heb de reglementen nog even nagekeken. Maar ja, we zitten er nu gewoon aan vast. Ja. Ik ben een beetje schoor, dan heeft dat alles met dit mooie feest te maken. Ik
Ik wil dan ook uiteraard de kooi, maar vooral alle inwoners van IJsselstein en omgeving die meevieren op een vrijdag, een zaterdag, een zondag en we gaan gewoon nog 2 dagen verder. Dus ik zal niet zo flauw zijn, applaus voor uzelf, maar ik heb er enorm van genoten. Vrijdagavond, zaterdag, toen was ik niet zo, maar als Willem van Oranje. Een enkeling heeft mij ook herkend, maar de meeste mensen niet. Dus ik dacht, vandaag doe ik er even normaal, gewoon in sjaal en verder niet. En uiteraard, meneer Pastoor, ik heb super genoten, enorm genoten van de kwaliteit die u hier heeft laten zien. Dank u wel daarvoor. Dan wil ik Wim van der Werken even naar voren halen. Die heeft nog een mededeling voor jullie en voor ons. Goedemorgen allemaal. Wij willen graag ons boordje 11, ons prijzengeld van de optocht van 2016, beschikbaar stellen voor het fonds van de restauratie van de kerk. Ze zullen niet de kerktoren kunnen restaureren, maar hier en daar een deurklinkje zal wel lukken. Wij willen ook als boordje 11 onze act opvoeren. Dus, genoten, wat genoten komt. Thank you.
geen repetitie.
Als we toch wel even stilblijven natuurlijk, hè, dan had ik nog een mededeling. Er is hier een, dat hebben jullie wel gemeld en gezien, er is hier een DVD van gemaakt. En de meeropbrengst van de DVD gaat ook naar de restauratiefonds.